Kappertje, nieuwe look. Elke vrijdag Air Borne Viaduct in Eindhoven, mensen. Blauw, wit, rood, mensen. Velen zitten nu voor de buis te kijken naar het Nederlands elftal. Maar hier staat ook een elftal voor de vrijheid en de toekomst van de mensheid. Corona is agenda 21. Nederland in nood. Dijsselbloem, Davos, Wef, Puppet. We stand with Canada. Stop die spuit maar in jezelf, laat ik het netjes zeggen. We zijn er. Elke vrijdag. Veel respons van beide kanten, vanaf de brug en vanaf de snelweg, of ja, hoe noem je dit? Het is geen echte snelweg, ik kom even niet op de naam. Maar ja, mooi hier te zijn. Welkom om nog aan te sluiten. We blijven sowieso tot 8:30. Ik heb nog wel wat dingen te melden, maar ik wacht even totdat er wat meer kijkers zijn. Maar sommigen kijken het later terug, is ook prima. Mooie lichtjes erbij. Wil je nog wat zeggen, Mike, over wat er gebeurd is met jou? Nee, niet echt. Ja, ze hebben me aangehouden op verdenking van vuurwerk gooien. Koek, koek. Maar je hebt heel lang vastgezeten. 7,5 uur. Ja, dat is lang. 7,5 uur. Woensdag. En het vuurwerk werd gegooid terwijl jullie hadden gevraagd om het niet te gooien. Dus het is onder verdachte omstandigheden gebeurd. Het is een paar keer gegooid. Maar we gaan deze persoon hier wel op aanspreken. Ik weet wie het was. Komt goed. Maar fijn dat je er weer bent en mooi dat jullie nog doorgaan hiermee. Geweldig. Hier gaan we sowieso door. Wil jij nog wat zeggen, Sander? Deze mooie avond. 75ste keer. Mooie meldpaal. We hadden vernomen dat misschien wel de langstdurende actie in Eindhoven ooit is. Dus daar zijn we wat trots op. De laatste week is het een beetje minder naar opgekomen. Het is ook niet gek met de kou. Maar we hopen wel weer dat het nou door gaat zetten. Dus ja, wij blijven gewoon gaan. Elke vrijdag nou, niet meer elke dag. Maar we blijven wel gewoon volhouden. Dus, ja, het is hard nodig nog steeds. Er is niks veranderd. Ze willen nog steeds van Nederland een stadstaat maken, zonder boeren, zonder vee, lekker springkaan eten en getrimd vlees. Over allemaal gecontroleerd, alles over camera's, slimme meters in je huis, slimme rookmelders, alles. Ja, je ziet in China welke kant het op gaat. Er komen gewoon echt de slimme steden die ze helemaal kunnen lockdown. En ja. Ik snap wat dat betreft niet dat de opkomst niet groter is, want als jij hier hoort hoeveel mensen toeteren en zwaaien naar ons, is echt serieus 10% op de kwart, is het zeker. En soms wel eens meer. En ik vraag me af wanneer die ook eens allemaal op kan staan, want het gaat ook om hun toekomst en hun kinderen. En heel ons land gaat eraan en we worden allemaal tegen elkaar opgezet, zodat we niet opstaan. Dus trap daar niet in en sta gewoon op, zou ik zeggen. Wij gaan in ieder geval gewoon. En de politie begint ook wakker te worden, zei je net. Ja, was mooi. Twee weken geleden was hier een agent en ik kon dit verhaal zo'n beetje af te steken tegen hem. En hij zo, ik zei, ja, ze willen Nederland stadstaat maken zonder boeren. Hij zei, ja, dat denk ik ook. Dat had ik niet verwacht antwoord, dus dat was wel leuk. Maar ik moet echt eerlijk zeggen, wij staan hier 4 maanden en de politie in Eindhoven is niks aan het rekenen. Ja, zeker, heel mooi, ja. Heel veel Haaglanden en Parijs en Brussel en zo. Toch Brabantse gemoedelijkheid, denk ik. En op onze kant. Maar ja, wij hebben gewoon een vreedzaam protest hier al 4 maanden. Er is niks gebeurd. Gewoon gezellig. Iedereen is welkom. Iedereen die langs rijdt. Ja, of ze begroeten ons vriendelijk of ze negeren ons. Maar er zijn geen voorvallen. Dus ja, dat ziet de politie ook natuurlijk. Hè? En ja, we gaan gewoon door.
Eindhoven. En doet Dijsselbloem het een beetje goed als burgemeester? Ja, ik heb hem eigenlijk heel weinig gevolgd de laatste tijd wat hij aan het doen is. Maar kijk, hij is betrokken geweest als voorzitter van Natuurmonumenten. Toen met die stikstof, het uitroepen van de stikstofcrisis. En een LTO waar ook VVD-vriendjes en zo van Rutte inzetten. En dan Bouw zat erbij en dat is dan Maxime Verhagen. En ja, zo allemaal van die vriendenclubjes, allemaal wefvriendjes bij elkaar. Werkgeversorganisatie, die vrouw die zit ook bij het WEF. En ze hebben... Hij heeft ook Griekenland veel gedoneerd. Ja, maar ze hebben een ander verhaal. Ja. Die hebben allemaal gewoon toen die stikstofcrisis uitgeroepen. Ja. Die is het natuurlijk helemaal niet. En CO2 sprokken is ook onzin. Maar ze willen gewoon ons in angst en in controle. En daarom blijven ze daarmee doorgaan. Ja, ik heb goede hoop, goede ontwikkelingen wel in Amerika. Dus daar heb ik mijn hoop zeker op gepusht op het moment. En, verder blijven voor je lokaal protest. Allemaal samen, dat geldt gewoon nog steeds. Nog steeds tegen de bankiers in de top, de Rothschilds die het financiële systeem controleren. Uiteindelijk gaat het daar allemaal om. Hè? Die alles beheersen, de pers, de tv, de financiële wereld, de politici. En de mensen die erin ze willen één grote wereldorde. World Economic Forum is op dat doel ook opgericht. En ja, de mensen die daar tegenop staan, wereldwijd mensen van hun landen houden, patriotten. En ik stond met een hele lijstjes op voor Nederland, binnen het referendum en tegen armoede en onrecht. En daar sta ik nog altijd allemaal voor wat bij. Ja. Wat dat betreft niks veranderd. En ook blij met de beelden uit China dat er een opstand is gekomen. Ja, alleen je ziet ook echt hele heftige beelden uit China op het moment. Hè. Dus... Oh, die heb ik nog niet gezien. Ja, dat ze gewoon mensen in elkaar slaan en zo met een groep gemokkorf de... Mensen in het ziekenhuis, voor mensen die weigeren in elkaar slaan en dat soort dingen. Dus het is, natuurlijk de wereld, Oekraïne is ook erg natuurlijk wat er gebeurt. Maar ja, de NAVO heeft op een gegeven moment afgesproken met Rusland, wij gaan niet verder naar het oosten uitbreiden. En ze hebben niks anders gedaan, Baltische Staten, Oekraïne, op een gegeven moment is het niet gek als die Russische beer zegt, het is genoeg geweest. De oorlog is nooit goed en het is heel erg wat daar gebeurt. Er is wereldwijd de verkiezingen nog wel volgt. Er is gefraudeerd in Brazilië weer om Bolsonaro te zorgen dat hij niet wint. Carly Lake in Arizona, die proberen ze allemaal met de stemfraudeermachines. Smartmatic, Dominion, weet ik veel wat allemaal. Het gebeurt hier, het gebeurt in de wereld. En, ik hoop dat mensen er heel veel wakker over gaan worden. En het massaal niet meer gaan pikken. En tot die tijd moeten wij gewoon volhouden, denk ik. Ja, super bedankt Sander. Yo. Ga zo door. Special effects. Ja, mijn ouders ook. Ja mensen, zo moet het. Een ontmoetingsplaats, een informatieplaats, een duidelijk statement voor alle mensen die langskomen aan beide kanten. En het is niet zo koud vandaag, dus het is ook nog prettig om hier te vertoeven. Morgen drukke protest volgens mij op de Dam met de Koerden. Voor de problemen met Koerden wereldwijd. En de gele hesjes gaan weer lopen, daar zal ik me ook bijvoegen waarschijnlijk. Zondag Maastricht, heel belangrijk. Ik hoop jullie allen daar te treffen in een grote, prachtige actie voor Limburg, voor Nederland. Kijk eens aan. Heerlijk, favoriet. De beste worstenbroodjes komen uit. Brabant, jongen. Zeker weten. Brabant, jongen. En dat is niet gelogen, want ik heb veel familie hier en ik weet hoe heerlijk die broodjes hier zijn. Dus ik ga er zo eens rustig van genieten. Nou, mocht er nog wat opmerkelijks te melden zijn of gebeuren, dan zal ik nog even live gaan. Of iemand anders waarschijnlijk ook wel. We hebben nog een paar leuke dingen op de planning vanavond. Dus beelden zullen zeker gemaakt worden. Fijne avond allemaal. Hier staat het Nederlands elftal te zwoegen voor Brabant. Het Brabants elftal. Voor de toekomst van de mensheid.
tegen massamoord, tegen technologisering, digitalisering, ontmenselijking, onderdrukking, slavernij, armoede, crisis op crisis, angstcultuur, egoïsme, individualisme. Zo kan ik nog wel een uur doorgaan, mensen, want er zijn zoveel dingen waar wij voor zijn en waar we tegen zijn. En het moet gebeuren. Thuis gaan zitten wachten heeft geen zin. Probeer iets te doen voor het verzet. Samen sterk.